Als jij inderdaad een stoere winkie wil uithangen als je 16 bent en je denkt, oh, ik ga het ook allemaal doen en ik gooi er wel 10 dingen in. Wat zie je dan? Ja, als ze dan een scoopje te veel hebben, dat ze dan over de nek gaan of zo, dat soort dingen, zeg maar. De dopingautoriteit heeft gewaarschuwd voor het gebruik van pre-workout middelen. Heel veel fitfluencers prijzen dit goedje aan op social media, maar ouders en jongeren weten vaak niet hoe gevaarlijk het kan zijn. Jij gaat dus 4 keer in de week naar de sportschool. Doe je dat altijd alleen maar met normaal voedsel of gebruik je ook wel eens supplementen? Nou, ik gebruik wel eens, als ik mijn eiwitdoel niet haal, dan gebruik ik wel eens eiwitpoeder door shakes heen of wat dan ook. En ik gebruik ook creatine. En daar zijn heel veel verschillende soorten verhalen over. Maar ik ben ervan overtuigd dat het mij wel helpt. Merk je dat heel veel mensen wel pre-workout gebruiken? Ja, wel echt, echt het grootste deel. Ik denk echt wel 80% met pre-workout naar de sportschool gaat. Ja, die van mij is nu op, maar ik gebruik het eerst wel. En waarom gebruik je het? Het is toch gewoon die extra energie die je af en toe nodig hebt om er gewoon nog een workout te doen, zeg maar. Ik heb gewoon het gevoel dat ik meer kan tillen, minder snel moe word, een betere pomp krijg tijdens het trainen, nou, dat soort dingen. Ik ben er niet zo van. Want je wordt zeg maar, voor jezelf erg opgepept en ik ben daar niet zo fan van, zeg maar. Ik vind dat het meer uit jezelf moet komen. Maar dat ben ik dan. Begrijp jij dat er nu wordt gezegd vanuit de dopingautoriteit van ja, die jongeren die moeten uitkijken met dat spul? Ja, dat snap ik zeker, ja. Ik heb zat vrienden die het wel gebruiken en dan zie ik wel eens dat ik denk, nou, dit kan ook wel eens fout gaan, zeg maar. Ja, wat zie je dan? Ja, als ze dan een scoopje te veel hebben, dat ze dan over de nek gaan of zo, dat soort dingen, zeg maar. Ja, in plaats van dat ze dan 2 scoopjes nemen in plaats van 1. Mm-hmm. Ja, dan gaat het wel eens fout, zeg maar. Dat ze overgeven en zo. Maar hoe gaat dat dan in zijn werk? Je ziet iemand overgeven van een goedje voor het sporten. Wat doet dat met jou? Ja, dat ik het niet neem, zeg maar, ja. Dus je gaat naar de sportschool. Voordat je gaat sporten, neem je deze middelen in om extra gemotiveerd aan de slag te kunnen. En je ziet dat die middelen zorgen voor een hoge hartslag, voor een hogere bloeddruk. Er zit veel cafeïne in, maar ook andere stoffen. En die maken dat je langer kan trainen. En er zitten wel wat risico's aan. En wat zijn die risico's dan? Het is sowieso slecht voor je gezondheid om veel cafeïne te nemen. Je kan daar, zoals ik al zei, een hoge hartslag van krijgen, maar ook slapeloosheid. En daarnaast kunnen er ook verboden stoffen in zitten, stoffen die op de dopinglijst zijn, die je wel stimuleren, maar die slecht voor je gezondheid zijn. En we zijn ook zeker niet tegen pre-workouts, maar we maken de mensen wel op attent dat ze goed moeten kijken wat erin zit en wat het met je lichaam doet. Als je 2 keer zoveel neemt als de aanbevolen hoeveelheid, en dat zou 16 koppen koffie zijn voordat je gaat beginnen, is dat veel te veel en is het echt niet goed voor je gezondheid. Snap je waar die waarschuwing vandaan komt? Absoluut. Ik vind het ook goed dat het weer elk jaar aan bod komt, vlak voor de zomer. Want er zijn heel veel jongeren die willen snel fit worden. Dus ik denk, nou, ik ga zo snel mogelijk als een raket met het lijfste pre-workout product. Mm-hmm. Ik zelf ben in 2012 gepakt op het stofje wat in pre-workout producten zat, wat illegaal is, DMAA. Vandaar dat ik Clean Nutrition ben begonnen, mijn eigen pre-workout heb samengesteld, dat dus dopingvrij is. We laten het ook testen door de dopingautoriteiten. En het blijkbaar speelt het dus nog steeds 10 jaar later, meer dan 10 jaar later, onder de jongeren. En ik vind dat wel belangrijk dat het dus weer aan het licht komt. Je ziet veel mensen die deze stoffen openlijk aanprijzen en de jeugd aanspreken. En nogmaals, we zijn niet tegen deze pre-workouts, maar we willen wel dat mensen ook een ander geluid horen. Van pas op, kijk goed wat erin zit. Het moet echt je kunnen helpen bij de training. En dat is een overdosis aan cafeïne echt niet goed. Mijn moeder die stuurde heel toevallig vanochtend ook een artikel door. Experts waarschuwen jongeren, fitnesspoeders en pillen minder onschuldig dan je denkt. En ja, dat vind ik wel erg schokkend. Ja, en wat zei ze eronder? Weet ik veel wat jij gebruikt? Gewoon ter info. Ja, okay. Nee, precies. Dus nee, mijn moeder is niet echt op de hoogte van wat ik allemaal gebruik, maar ze stuurt het allemaal gewoon door. En vind je dat ouders genoeg weten over wat jongeren allemaal tot zich nemen? Nou, absoluut niet. Ik denk dat er genoeg jongeren zijn en dan niet alleen op het gebied van poeders en zo, maar ik heb ook op het gebied van drugsgebruik en dat dan ook. Dan weten ouders bijna niks. Ik heb wel, vooral als je dan een tijdje niet neemt en het dan wel weer neemt en dan nou, misschien toch 1 keertje iets te veel hebt genomen, dat je dan echt best wel misselijk wordt. Ja, dat klinkt bijna een beetje als een drug. Nee, zo erg is het niet. Nee. Nee. Waardoor is het zo populair dan? Ik denk omdat influencers het heel veel gebruiken en dat ook heel veel promoten. Ik denk dat sportinfluencers heel snel dat zien en dan ook zeggen van die ontwikkelen dan zelf een pre-workout. En dan gaan ze dat verkopen en ze worden steeds populairder ook onder de sportcommuniteit, zeg maar. Hoe kan ik dan weten of iets
goed genoeg is om te gebruiken of niet? Nou, check in ieder geval onze site. Daar proberen we de mensen via de app te begeleiden om te kijken wat wel goed is, wat wel getest is. Het is niet zo dus dat we er tegen zijn, maar pas op wat je gebruikt. Het is niet onschuldig. Dus we hebben hier dit is een pre-workout product van ons, Extreme Workout V2. En daar staat een sticker op met deze is goedgekeurd door de dopingautoriteiten. Dus deze heeft ook een certificaat, staat op de site. Zodat topsporters dit kunnen gebruiken. Als jij inderdaad begint, dan moet je natuurlijk gewoon wel even goed lezen wat op de verpakking staat. Dus als ik hier ga kijken, dus dan hebben wij een heel, er staat zelfs een uitroeptekentje. Kijk. Van, hey, start met een halve dosering. Ja. Ja, zo kan je de werking aanschouwen, kom je niet tot verrassingen te staan. Is het gewoon normaal, daar ga je echt niet van overgeven, noem maar op. En als jij inderdaad een stoere winkie wil uithangen als je 16 bent en je denkt, oh, ik ga het ook allemaal doen en ik gooi er wel 10 dingen in. Ja, weet je, ik ben niet die vader, nee, weet je. Nee. Ik heb het wel gezegd. Jij ging 3 keer in de week naar de sportschool? Ja. Niet echt te zien. Ja. Jij gaat straks even trainen? Ja, ik ga nu even trainen, ja. Nou ja, succes. Maak ze gek, hè. Groei lekker. Joël, en dan moeten we natuurlijk de proef op de som nemen, toch? Scoopie erbij. Scoopie erbij. Nou, hoe doe je dat normaal gesproken? Ja, normaal gesproken doen we het eigenlijk wel in een glas met ijskoud water. Ja. Want het is eigenlijk zo lekker. Zonde om dat gewoon in één keer in je mond te hebben. Maar ja, als jij in de auto zit en je hebt geen water bij je. Of je hebt een flesje bij je. Dan doe je gewoon even zo. Scoopie erbij. Hop. Oh. Ik deed bij jou heel tactiekvol. 3/4 scoop. Even de werking aanschouwen. Oh, wacht. Stond ook nog in de krant. Je moet het natuurlijk wel even wegspoelen met water, want anders krijg je verstuiving in de luchtwegen. Top dat zien we hier bij Hein. Hebben we water voor hem, jongens? Gelijk water drinken.